we dansen de limbo. Hoe laag kun je gaan? Hoe laag kun je gaan? Oh, oh. Man! Dit is een vechtstok. Ik train ermee zodat ik hem als speciale skill kan toevoegen op onze Z-Corps CV. Wil je nog wat zien? Nee, geef me over. Moet je zien. Als we genoeg skills op onze lijst hebben staan, onderscheiden we ons van de concurrentie. Nou, ik stond op het puntje mijn lijstje te geven, maar toen moest jij zo nodig Kung Fu Phoebe spelen. Even zien. Vriesadem, hitteadem, telekinese. Max, dat kunnen we allebei. Het gaat om jouw bijdrage aan de Z-Corps. Iets wat niemand anders kan. Goed, noteer maar slow motion osselwinden. Dacht ik niet. Oké, best. Wat staat er op jouw lijst? Nou, onder andere... Kodenkraken, Japans, parcours, beurlen, knopen, basejumpen, speleologie, fotografisch geheugen en... snel praten. Nou, je vergat het laatste punt op mijn lijst te lezen. Gadgets uitvinden. Ja. Oh, dat is serieus. Kom op, Max. Noem eens één gadget die geen flop is geworden. De neushaarstyler. Gaf Nora een baard. De superschurken-ooglap. Werd een kind een boef van. De breinsmelter. Zegt al genoeg. Oh, jij hebt mijn allernieuwste gadget nog niet gezien. Een borstel? Niet zomaar een borstel, Phoebe, maar een gelborstel. Haargel en borstel in één. Eindelijk! Wauw, benieuwd hoe dit nou weer misgaat. Oh, ja, zo dus. Mijn ogen! En toen probeerde die een driehoeksgreep, dus brak ik zijn rug op 3 plekken! Ellie Wellie! Hoi, papa en mama. Dit is Max. En Phoebe, Max een tweelingzusje. Ik hou zo van vechtsport. Jullie zien eruit als geweldige weltergewichten. Ah, ja, dat klopt. Dat zeg je goed. Ik ben Debbie, dit is Gary. Dus, we maken eindelijk kennis met Allison's zogenaamde vriendje. Hé, hey, mattekop. 1980 belde en zei, dat kapsel was al uit in 1980. Max, wil je iets zeggen? Ik wil je moeder vragen of ze is aangereden door een make-up vrachtwagen. Max! Mijn zus staat hier. Dus jongens, wat geeft meer voldoening? Je eigen zaak openen of iemands luchtpijp verbrijzelen? Luchtpijp? Tegelijk? Nu krijg ik een proteïneshake. Dit is niet te geloven. Weet je, als Phoebe en Billy samen zijn, moeten wij dat ook doen. Nee. Kom op, Max. We moeten samen inbreken bij Zoete Mama's Koekjespaleis en dat microchipkoekje opeten. Nora, ik ben een kandidaat voor het Z-Corps. Kan ik niet maken. Ik snap dat je geen slechterik meer bent, maar nu begin je wel op Phoebe te lijken. Wat? Laat ook maar. Je hebt vast gelijk. We laten hen ons koekje eten terwijl jij naar ballet gaat. Phoebe zit op ballet. Oh, sorry. Ik haal jullie soms door elkaar. Tot hier. Wij gaan naar dat koekje. En ik lijk echt niet op Phoebe. Tweeling. Stilte! Het is cool, bro. Ik ben een roadie. De band heeft me gevraagd om hier naartoe te komen om de akoestiek te checken. Ah, nee, dit is niet goed. Gaat wel even duren. Hey, chef bro. Roodharig meisje gezien, ongeveer zo groot en zo gestoord? Ja, die is hier al met iemand. Ga anders een spiegel zoenen. Chef bro, je bent mijn zus. Jazeker, Max. Hoe kom je hier zo snel? Ik heb geen uur doorgebracht in de pruikenwinkel. Ik moest ook nog langs de foute hemdjeswinkel. Oké, ga gewoon lekker naar huis en laat het gelukkige stelletje met rust. Ik ga pas naar huis als ik het nieuwe vriendje ben van Dingetje daar. Nou, dan laat je me geen andere keus. Een vleesgevecht? Doen we. Dat was een vegaburgerslimmerik. Een roadie chefgevecht? Gaan werkelijk al mijn dromen uitkomen vanavond? het! De chef heeft gewonnen! Wat doen jullie in mijn lab? Ah, we waren gewoon benieuwd of je een vampier bent. Ja, dus alsjeblieft niet bijten. Wat? Ik? Een vampier? Wat? Max, je hing daar wel ondersteboven. Misschien hingen jullie wel ondersteboven. Wel eens aan gedacht? Ik niet, nee. Phoebe, zijn we vampiers? Nee, Cherry. Max liegt dat hij Blake ziet. Hij is de vampier. Dames, laten we dit bespreken tijdens het ontbijt. Oh, trouwens, jullie zijn het ontbijt. Ah! Stomme zon! Dat is waar ook. Zon legt dood vampiers. Kom mee naar school. Wacht. Ik vergeet mijn huiswerk. Bedoel je dit? Sterk zijn, Phoebe. Het is maar huiswerk. Ik schrijf een windjesgrap in je aardrijkskundewerkstuk. Maar ik heb de hele nacht gedaan over dat werkstuk over de Antillen. Bedoel je de bovenwindse eilanden? Nee! Je huiswerk is er geweest. Ik ben er bijna, Colosso. Maar welke baardstijl gaat het worden? De kekke kabouter of de bonte boekanier? Max, je moet me helpen. Even niet. Ik ken dus een leuke jonge Owen. Hij komt na school hier spelen en ik weet nog steeds niet wat ik moet doen. Blech, meisjesdrama. Wat moet ik aan? Wat gaan we doen? Wat eten we? Help me! Wauw, je klinkt heel radeloos. Doe de deur achter je dicht. Je bent de slechtste grote broer ooit. Zet maar op een t-shirt. Maar waarom doet dit ding het niet? Heb ik iets van jullie aan of zo? De bebaarde vrouw. Uitstekende keuze. Max, hoe kon je? Herstel het! Ja, de neusarisator heeft geen herstelstand. Ik scheer hem wel af. En klaar is Nora. Weer als nieuw. Yeah. Wat nu weer? Groei terug. Net als de lach op mijn gezicht. Hoe kan ik afspreken als ik eruit zie als een vieze tovenaar? Geen paniek, Nora. Ik regel het wel voordat hij komt. Maar je kunt zo niet naar school. Zeg tegen mama dat je ziek bent. Nou, mijn keel voelt wel kriebelig. Omdat er een baard op zit. Oké, Gideon. Echt niemand heeft je gezien met die drillboard, toch? Niemand. Zelfs je ma niet. Nu ik het zeg, valt ze op mannen met zwaar gereedschap. Weet je nog dat je klappen krijgt als je te ver gaat? Jawel. Oké, aan de slag. Dankzij de regeltjes van mijn ouders moet jij me helpen met mijn jacuzzi. Als ik mijn ouders zat ben, ga ik altijd naar opa Giddy's penthouse. Hij heeft echt 0 regels. Oh, dat is wel heel gaaf. Mijn opa stuurt alleen afgedragen sokken. Die zijn nog gebreid in de oorlog. Oké, dat ding is wel echt super stil, toch? Ja, die gast van de winkel rekende extra voor het stille model. Volgens mij ben ik opgelicht. Zet hem uit! Gideon, ik zei nog tegen je dat ik geen jacuzzi mocht. Waarom dring je me die overbodige luxe op? Gideon, geef je ons heel even? Barb, ik geef jou wel een hele dag. Helder, te ver. Ik dacht dat we duidelijk waren toen we zeiden geen gevaarlijke jacuzzi in het lab. Maar iedereen moet mijn bikinis zien! Gast, dit helpt niet. Max, je was gewaarschuwd en nu heb je huisarrest. Huisarrest kan niet, want ik woon in de kelder. Dan heb je kelderarrest. Maar ik ben een superheld. Superheld of niet, zolang je onder dit dak woont, heb je het te houden aan onze regels. Misschien moet ik dan maar weg onder dit dak. Wat zeg je nou? Wat ik zeg, is dat ik uit huis ga. Nee! Wacht, Mag ik met je mee? Geen denk aan. Het is gelukt, we zijn binnen. Jee! Volgende keer lucht gaat in zo'n zak, maar jee! Daar is hij, Nora. Het koekje van de toekomst. Hij is prachtig. Breek het glas! Rustig aan, ik ga hem open hekken. Zodra mijn apparaat de code heeft ontcijferd, kan het glas omhoog en is het koekje van ons. Weet je, Max, eerlijk gezegd is het best wel leuk om met jou iets te doen. Ah, ja. En nu zeg je iets aardigs over mij. Oh, Toet! Iets beters kan ik niet bedenken. Kijk en leer, mensen. Oh ja! En zo doe je dat. Ik denk dat deze gouden muiltjes van mij zijn. Tenzij iemand anders hier me kan verslaan. Ik wil het wel proberen. Jij? Oké, best. Maar schiet op. Ik zit midden in een briljant plan om iemand te vinden. Ik ben blij dat je klaar bent met dat vette ding. Ik ook. Nu kan ik beginnen met deze grote jongen. Ze heeft de pijl van de sheriff in tweeën gespleten! Woehoe! Over een gespleten persoonlijkheid gesproken. Ah, waar is de zwarte pest als je hem nodig hebt? Dat was mijn favoriete pijl. Maar één persoon in het koninkrijk kan dat. Phoebe Hood. Ik wist dat je die muiltjes niet kon weerstaan. Wachters, arresteer haar! Ik vrees dat het hardhandig moet. Geen zorgen, Phoebe Hood. Ik schakel die wachters uit met mijn geweldige worp. Hoppa! Waarom juicht er niemand voor me? Omdat je net Phoebe Hood hebt gevangen. Oh, ik dacht dat ze daar was. Dat is Stonehenge. Broeder Billy, haal de wapenkar. Oeps. Ik vrees dat ik de verkeerde kar heb. Dat wordt dan wapensoep vanavond. Maxingham, je plan heeft gewerkt. Geen zorgen, Phoebe Hood. Ik geef je een eerlijk proces. Schuldig. Ik veroordeel je tot wegschieten uit het koninkrijk per katapult. Zo wordt belastinggeld besteed, mensen. Phoebe Hood! Ik heb geen deur gevonden, maar wel een andere burger. Mooi, we zitten hier vast. Mooi, jullie mogen opgeven, maar ik speel mijn cluboptreden vanavond. Nou, ik hoop dat je blij bent, Simone. Waarom zou ik blij zijn? Ik mag nog een week vleesschapsel uit mijn superhakken vissen. Dit zou niet gebeurd zijn als je gewoon op tijd naar de deur was gekomen. Ik maakte me doodongerust om jou. Kobe, LeBron, doe toch je best! Ik moet omhoog. Toch een beetje hoger. Oké, kijk, Simone. Ik weet dat je vindt dat je voor jezelf kan zorgen, maar ik ben wel verantwoordelijk voor jou. Wacht. Waar heb ik dit eerder gehoord? bla 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 nog steeds verantwoordelijk voor jou. Oh, daar heb ik het gehoord. Wat gebeurt er? De muren komen samen. De ruimte is een grote vuilpers. Het perst ons tot een brok afval. Leid ik dan nog niet genoeg? En jullie ook. We moeten door dat gat in het plafond. Zoals mijn woestensprong al hebben bewezen, is het veel te hoog. Niet voor iemand met kickbadkracht. Simone kan ons recht door het gat in het plafond superschoppen. Als we aan elkaar vastzitten, vliegen we allemaal omhoog. Goed plan. Ik hou van kontschoppen. Hier, Max, knap dit al om je heen. Oké. Mooi. Laat Simone je nu een schop geven. Wat? Nee, waarom niet jou? Omdat dat pijn doet. En bij mij zeker niet. Ik kies. Ine, mine, met de kontschop. Waarom haat het touw mij? Het is gelukt! Oh, en ik voel mijn kont niet. Wacht. Nu toch wel. Help, ik word geperst! Oh nee, Max! Wat was die klap? Die kwam uit die steeg buiten. Wat is hier zo leuk aan? Begrijp je het nu? Ga uit mijn buurt. Ik treed nog steeds op. Rock en roll is niet te stoppen. Je kunt het in een klein compact afvalkubusje persen, maar niet stoppen. Oké, ik kan nog op tijd komen, dus ga je nu eindelijk mee? Ja. Je had me ook nooit naar deze illegale club mogen brengen. Wat dacht je wel niet? Hé, hey, waar ga je heen? Kom hier met die messen die je ellebogen noemt en haal me eruit. Je bent verbannen uit Club Klats. Hé, hey, Cherry. Hoe kom jij hier zonder paraplu? Sunblock. Weet je al van mijn bloedbank? Want jij gaat zo doneren. Hé, hey, graaf sukkelaar. Lust je knoflook? Wacht. Italiaanse dinsdag? Heeft niemand de lunchdames gebeten? Pak aan! Au! 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 Phoebe, ik ben niet de vampier! Dat duurt niet lang meer. Ah! Jerry! Kom bij ons, Phoebe. Dan zijn we voor altijd vriendinnen. Tot in de eeuwigheid. Jerry, je wordt weer jezelf als ik klaar ben met Max. Succes daarmee. Ze is van mij. Tijd voor de tweede gang. Ha, knoflookbroodzwaarden? Die zijn geen partij voor mijn echte zwaarden. Een paraplu? Serieus, heeft niemand de schermclub gebeten? Zo te zien ben je door je knoflook heen. Daar ligt nog wat. Mijn tanden zijn weg. En mijn koele zonnebril. Graag gedaan. Hoezo? Het was leuk om vampier te zijn. Ik was aan het doorleren voor vleermuis. Dit snap ik niet. Je bent de hoofdvampier. Ze hadden alweer mens moeten zijn. Ik ben de hoofdvampier niet. Wie dan wel? Ik! Mijn gadgets zijn waardeloos, ze is zelf waardeloos. Ja, dat is waar. Ik heb hier de hele nacht aan gewerkt. Ja, is ook zo. Dus zeg nou niet dat ik geen skills heb. Oké, mami, ik ook van jou. Oh, sorry. Had je tegen mij? Ja, ik zit al 12 uur tegen je aan te praten. Zo lang werk ik al aan het project van mijn leven. Negeer ik je al 12 uur lang? Daar moet ik mami over bellen. Stop met mami bellen! Dat is mijn nieuwste skill. Irritant binnenvallen, dat is niet nieuw. Laat maar. Je wou me spreken? Phoebe, hoe kun je het beste misdaad bestrijden? Nou, in het heldenhandboek. Fout! Het beste kun je voorkomen dat het gebeurt. Zie hier de Kribiradar. Een gadget dat de misdaadcijfers van jaren verwerkt met een geavanceerd algoritme. Algoritme! Heb je wel geslapen? Nee! Oké. Het punt is, hij voorspelt misdaden, dus je kunt criminelen op heterdaad betrappen. Heterdaad! Sorry. Ik ben aan slaap toe. Wauw, dat klinkt echt ongelooflijk. Ofwel, ik kan niet geloven dat hij werkt. Het is crimi-tijd. Hiermee bewijst hij je ongelijk. Er staat... Vanavond zijn er vandalen actief op school. Tenzij wij ze tegenhouden. Oké, goed, Max. Als dit werkt, dan zetten we gadgets op ons cv voor het Z-Corps. Ja, joh. Dat kwekt dan 1 stuk door. Oh, wacht. Mam, dat hoorden ze. Oké, dit gaat hem worden. Ik voel het. Komt omdat we binnen zijn. Komt omdat we buiten zijn. Komt omdat we van buiten naar binnen zijn gegaan. Wacht, Max. Ik denk dat ik weet wat het probleem is. Je kan het niet! Ja, Max. Het is je niet gelukt. 40 keer niet. Geef toe dat wij hier beter in zijn. Nooit. Ik weet toch wat ik fout doe. Ik gooi ze met mijn vingers en niet met mijn pols. Ik eis een herkansing. Nee, wij niet. Hoe bedoel je wij niet? We moeten stoppen nu we nog een klein beetje respect voor je hebben. Hebben we respect voor hem? Nee, natuurlijk niet. Alsjeblieft, geef me nog een kans. Nope. En als ik verlies, mogen jullie hebben wat je wil. Echt waar? Ja, echt waar. Dan willen we je dierbaarste bezit van de hele wereld. Mijn lap? Ik ging voor je hamburgerkussen, maar de hele kamer is ook goed. Max, wat doe je nou? Dit is onze beste beestenbunker. Het komt wel goed, ik ga winnen. En na de winst moeten jullie mijn grote broer die alles beter kan noemen. Voor altijd en eeuwig. Deal! Muntje gooien om te kijken wie begint? Sorry, jij kan natuurlijk niet gooien. Als ik dat niet kan, hoe verklaren jullie dit dan? Oh nee, mijn lap staat in de fik. Je bedoelt ons lap staat in de fik. Dank je, Max. Je krijgt een uur om al je spullen weg te halen. Jullie hebben je flesje nog niet gegooid. 59 minuten. Laat haar gaan. Dat zei ik net. Laat haar maar gaan. Slinger haar hier vandaan. Als je het maar laat, Bul. Maxingham, wat doe je nou? Vechten voor rechtvaardigheid en alle melkjesloze kinderen. Wat? Het kost veel moed om het juiste te doen. Broeder Billy, door je vette salamihanden gleed je zo uit je ketens. Oeh, kantje boord. Ik wil niet nog meer problemen. Nee, kom daaruit en bevrijd ons ook. Oh. Help me nou met mijn onderbroek. Wat? Ben jij nou een slappeling, Maxingham? Voor zover ik weet, dien je een gemeenschappelijk en dus geen aarderschappelijk doel. Heel gevat. Wachters! Grijp hem! Maxingham, je bent dus toch goed en moet nooit naar de Noordpool gestuurd worden. Waar heb je het over? Niets, maar geef me een zwaard. Serieus? Haha, we zijn vrij! Vrolijk team, de zweep erover! Ik zie niet waar ik heen moet. Zet nou je bril op! Oké. Haha, dat voelt goed! Oh, alles is zo scherp. Wauw. Sta op, Hansworster! Wacht, is ons koning een pratend konijn? Weet iedereen hiervan? Bol, Bol, waar ligt die bol? Max? Allison? Het spijt me dat ik je zo liet stikken. Ik ben nog steeds gek op je, maar als je daten met een superheld te maf vindt, dan... Sorry, ik wist niks anders om je stil te krijgen. Yes! Wauw, vond je het zo fijn? Nee, of... ja, maar ik zie de bol. Goed, waar waren we? Max! Moet de wereld redden. Ik heb hem, nu Max! Dat dacht ik niet! Max kon je krachten misschien niet stelen, maar ik wel. Oh. Mami vindt me een fijne knul.